Dagteksten, dinsdag 10 oktober 2023. Zephania 3, vers 12. Ik zal in uw midden overlaten een ellendig en gering volk en wie schuilen bij de naam des Heren. Ik zal in uw midden overlaten een ellendig en gering volk en wie schuilen bij de naam des Heren. Zephania 3, vers 12. Het leerwoord gehaald uit 1. Korinthe 1, vers 28 en 29. Wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren. Dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God. Wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren. Dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God. 1 Korinthe 1, vers 28 en 29. De dag door uw gunst ontvangen is er weer, Heer. Dank u wel dat we mogen zingen, blij mogen zijn, juichen. Zoals het staat in Zephania, blij zijn met Jeruzalem en Israël. Dank u wel, o Vader, dat wij nederig mogen zijn, zoals de Heere Jezus ons dat heeft voorgedaan. En dat heeft u ook beloofd aan de Israëlieten. Dat u in hun een nederig volk, een bescheiden volk zal overlaten, dat op u zal vertrouwen. En zo willen wij op u vertrouwen. Wij willen die nederigheid aandoen. Wij willen bescheiden zijn. We willen blij en vrolijk naar u toekomen. U volledig vertrouwen op uw belofte van genezing, verlossing, bevrijding. En dat wij elke angst, elk verdriet, elke twijfel bij u mogen brengen en daar laten. Dank u, Hemelse Vader, dat u ons die geest van kracht gegeven heeft om op u te bouwen en te vertrouwen. En wij klampen ons daaraan vast. Wij willen niets anders dan bij u horen. Hemelse Vader, we weten wat voor mensen wij geweest zouden zijn als de Heere Jezus niet aan het kruis voor ons was gegaan. Als hij niet geboet had onze zonden. Wij zijn zwak, maar gij zijt sterk. Vader, doe uw werk in ons. Wij hebben uw hulp nodig, maar niet alleen wij. Ook onze familie, ook onze vrienden, ook onze kinderen, ook onze geliefden. Zo komen we bij u met gemeenten, met predikanten, met bisschoppen, met profeten, apostelen, met een ieder, elk kind van u, maar ook degenen die nog twijfelen, u nog niet hebben aangenomen. We brengen ze voor uw troon van genade en we bedanken u dat wij dat in de naam van koning Jezus mogen doen. Dat wij uw geest mogen vragen om te gaan daar waar wij niet kunnen gaan. En wij bidden en geloven dat u uitkomst zal brengen. Daarom geven we aan u de zieken, de bedroefden, de radelozen, degenen die op dit moment in oorlogen verwikkeld zijn, verrast zijn, opgeschrikt door rampen. Vader, we brengen ze bij u. Bij u is heil te vinden. En we bidden en smeken u om een ieder genadig te zijn, zoals u alleen dat kan. Geef ons vrede, geef ons rust en geef ons een hoop voor een toekomst met u. Gaat u zo met ons, o Heer, als wij ook de jarigen, de vierenden bij u brengen, maar ook de brozen in de samenleving. Elk kind, elke volwassene, maar in het bijzonder elke senioren burger. Samen met de wezen, de weduwen, iedereen op de werkvloer. Wij vergeten niet één, want u zorgt voor uw hele schepping. Geloofd en geprezen zij u, als wij ook de jarigen en vierenden aan u geven, in de naam van koning Jezus. Amen, ja, amen.